Authenticiteit. Wat is het eigenlijk? Voor Solo is het in ieder geval geen interessante kwestie. Terwijl ik het gevoel heb dat het voor velen van ons in het Westen wel iets is waar we naar zoeken. Ik kan op reis ook altijd erg genieten van het back-to-basics gevoel. Het lijkt dan misschien alsof alles echter is. Soms ben ik bijna jaloers. Zo van, zij hebben tenminste echte cultuur. En wat hebben wij? De kitsch van klompen en tulpen. En de beleveniseconomie. Maar je zoekt een bepaalde soort echtheid in je ja. gidsen. Ja, het moet echt puur zijn. Ook een beetje clichématig daardoor natuurlijk, hè? Want ja, een leernicht, die heeft een pet en een snor. Dat is natuurlijk een cliché. Een Jordanese ook. Die krulletjes, blond. En een legging bijvoorbeeld. Dat is wel clichématig, maar ook wel weer authentiek. Nou, dat vind ik leuk. Je hebt net die tour niet geheel de waarheid verteld. Nee, dat klopt. Het is alleen maar ervaring wat ik heb, dus ik hoef geen toneel te spelen. Ik moet alleen even niet zeggen dat ik een kamer heb op het moment. Maar voelt dat niet heel raar dan? Om zo'n tour te geven als dakloze, terwijl je dan niet meer dakloos bent? Op een gegeven moment heb je daar geen moeite mee meer. Er zijn mensen genoeg die bedonderen voor miljoenen euro's. Nou, waarom zou ik het niet doen met een paar honderd euro? Binnen de beleveniseconomie wordt al het gewone opgeklopt tot een soort memorabele ervaring. Maar wat is er gebeurd met ons? Ik bedoel, hebben we soms te weinig ervaringen in ons normale leven dat er een economie gemaakt kan worden rond belevenissen?